Yes, oké, Renske. En vandaag heb ik voor jullie episode 51 van GTA 5 Online Adventures. Ja, we gaan gewoon weer verder waar we geëindigd zijn. En er komen gewoon weer nieuwe episodes. Want ik had laatst in mijn vorige episode gevraagd van, zal ik gewoon stoppen met deze serie? Oh shit, en iets anders gaan doen. Holy fuck, die vind ik nog uitschieten. En heel veel mensen zeiden, nee, niet stoppen. Dus oké, ik stop niet. Oh, volgens mij ben ik fucked. Ah, ik dacht even dat ik een RPG had. Oké, hij kan er niks van. Dat is mooi. We hebben al gelijk onze eerste enemy voor elkaar. Ik start echt net de game op. We zitten in onze Sultan. Ik hoorde net heel veel explosies toen ik deze match joinde. Dus stiekem hoop ik eigenlijk wel dat er iets van tanks of zo zijn. Oh, die stond daar vies. Er is één bounty, die is inmiddels ook... Oh, daar is nog niet gevlogen. We gaan er heel even achteraan. In ieder geval, ik wil echt heel snel eigenlijk die serie die grote $100.000 bounty afmaken. Ik zat eigenlijk te denken om dat vandaag ook weer te uploaden. Want ik wil beginnen aan die immune serie, want ik ben daar echt super gehyped voor. Maar ik moet toch eerst 100.000 maken. Ik kan niet deel hetzelfde achter elkaar uploaden. Dus nou, we doen weer even een online adventure tussendoor. En stunt jump! Nice! Stunt jump complete. Ik heb ze allemaal al, dus maak je zak uit. Iemand zit in passive mode met een bounty of hij is inmiddels gevlogen. Hij zit in de garage. Dan denk ik dat hij of zit te glitchen of hij wil zijn auto spuiten. Komt hij daar naar buiten en dan is het surprise, motherfucker! En dan bam, is hij dood. Oh jongens, ik weet niet of jullie er ook al zo hebben, maar ik was net zo kapot moe. Ja, iedereen heeft dat denk ik wel zo. Maar ik was echt dood op. Ik kon gewoon echt niks doen. En weet je wel, eventjes in bad chillen. En ik voel me als herboren, hoor. Dat is ongezond. Wat? Je hebt me overleefd. Oké, dan ben ik fucked. Je hebt dit, wat? Oké, nou moet je hem hebben. Oké, ik kan het zeggen, dat kun je niet overleven. Hoe kon hij daar weglopen? Met een bounty op zich. Hij liep 2 of 3 mensen voorbij. What the fuck? Oké, nou ja. I don't really care. Maar dat was fucking random. Ik dacht dat hij in passive mode zat of zo. En ik reed hem nog aan, maar op zijn beeld liep hij weer door of zo. Ik weet niet, een beetje fucked up. Hier is allemaal politie achter. Ik heb net 2 auto's opgeblazen. Ik heb 1 ster. Pip pip. Hallo. Oh shit. No. No. Oh jongens, ik heb geen stickers meer. Nee, ik denk al, hè? Ik heb niks. Ik had geen stickers meer. Slechte verrassing. Dat meen je. Had ik echt geen stickers meer? Nee, ik wou net zeggen, hè? Ik kan niks gooien. Nee, ze zijn op. De volgende keer iets beter voorbereiden. Pak even een andere sniper. Oh. Holy shit, ik heb geluk. Die vent was slecht. En we hebben een nieuwe sniper, heavy sniper tint unlocked. Dat is orange. Ik weet niet wat je ervoor moet doen. Een x aantal kills maken, denk ik. En ik weet niet of jullie die al hebben. Ik snap redelijk veel, maar ik speel geen team deathmatches en zo. Dus of ja, die speel ik wel, maar niet veel. Ik speel eigenlijk alleen maar free, want dan maak je niet extreem veel kills. Dus. Surprise! Waar zijn al die mensen, man? Oké, weet je wat ik ga doen? Die auto is zo mooi. Tijd om hem op te blazen. Oh, goed dat ik die niet heb opgeblazen. Oh, ik kan niet even op hem. What the fuck? Oh, hij zit in passive mode. Wat is er allemaal met die mensen hier? Oh, no! Fuck! Is hij dan? Gewoon door blijven schieten. Oh, ik denk misschien raken we nog wel. Ik keek niet eens meer wat ik schoot. Op zich is dat zo fijn als mensen zo'n zak overlopen. En dan kan ik daar ook maar dan kun je ze goed zien lopen. Oh, 3, 2, 1. Fuck, ik kan niet schieten. Oh shit, dat was een goede timing. Nope, ik moet verder inzoomen. Nope. Yeah. Oké, we gaan niet weg, want dit wordt niet. Anders blijf je constant in een straal van een paar meter spawnen. En dat wil ik niet hebben, want dan kom je gewoon niet verder. En we hebben die paar duizend dollar die we net hebben gekregen. 5000 was volgens mij. Je moet natuurlijk niet weer af laten pakken, hè. Doordat ze mij steeds opblazen. Want dat willen we niet hebben. Weet je wat ik eerst even ga doen? Ik ga eerst even mijn garage laten zien. Dat is iets wat me zoveel gevraagd wordt. En ik stel het telkens uit in elke video. Dus we gaan even langs onze garages. Ik laat heel even zien wat ik allemaal in heb staan. En ik heb redelijk wat spulletjes. Dus dit wordt best wel een lang stukje. Dus als je dat niet leuk vindt, zou je even moeten skippen. Insurance. Maar ik heb 3 garages. 2 daarvan zijn leuk. En de derde is meer overtollige meuk. En dat is voor in de toekomst dadelijk. Als ik meer shit wil hebben. En die tweede. Mijn auto's zijn zo te zien allemaal gefixt. Ik zag dat hier ergens een helikopter over kon vliegen. Ik neem aan dat hij deze kant komt. Klopt dat? Nope, ze komen niet deze kant op. Al die mensen zitten hier bij elkaar. Al die mensen die allemaal rood zijn, dat je ook weer mental zijn. Zitten allemaal bij elkaar. Maar ze zijn elkaar constant op te blazen.
Ik heb helaas niks wat ik snel erop kan gooien. Dus die proximity, maar dat vind ik niet heel fijn. Waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Hell yeah! Oh, holy shit! Je bent die shit zuigen ook echt. Gewoon ziek. Oh jongens, 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 jongens. Oké. Okay. Hier zitten die mensen. Waar de fuck is dat nou weer precies? Oké, dit is zo dom wat ik nou doe. Oh, zit hij bovenop zo? Oh nee, wacht, zit hij hier? Of nee? Je hebt hier ergens een gang. Nee, hey, daar zit ook niet, dat kan niet. Als het goed is, zit hij op. Oh nee, wacht, heb je onder die tunnels misschien? Nee, hier zit ze inderdaad niet. Oké, een beetje apart, misschien een glitch, dat kan ook. Wij gaan even langs onze garages. En dan zullen we even verder kijken wat we dan gaan doen. Want we gaan gewoon wat mensen afschieten. Dit is Online Adventures. Als je Online Adventures niet kent, dan kijk eerst maar andere 50 episodes. Maar dat is gewoon precies wat het zegt dat het is. Ik speel online, free room dan. En random adventures. Ik ga gewoon random spelen. Ik zie wat er gebeurt. En de ene keer is het anders dan de andere keer. En, whatever. In ieder geval, dit is een van mijn favoriete garages. Hier staan heel veel random auto's in. Niet echt de duurste auto's, maar gewoon leuke dingetjes om een beetje mee te toeren. Hier heb je de Bati, dit is de Warner, dat is de Sentinel XS. Deze was zeldzaam, die hebben ze uiteindelijk hebben ze die gedaan, die kun je voortaan ook gewoon kopen op de website. Dus dat is een beetje jammer, want nou ja, heb ik eigenlijk in principe niks meer aan, want ik had hem omdat hij speciaal was. Is hij niet meer. Dit is de Conquet, dit is 6x6. Dit is niet precies hoe het ding zelf heet. Die denk je alleen kopen als je level 100 bent, volgens mij 120. Jukes Imponte, die heeft een enorm vette detail, wat ik zo meteen laat zien. Dit is de Sultan RS. Deze willen heel veel mensen hebben, dat vragen ze constant in de comments. Dit ding kun je niet kopen, deze moet je zoeken. En dit is normaal gezien de Sultan, als je hem gaat tunen wordt het de RS. En dan ziet hij er zo uit. De Comet is een Porsche. Dit is de een of andere Jaguar, ik heb geen flauw idee hoe die ding heet. Een van de vettere 4-deurs auto's, hier staat de Ocelot Jackal. Dit ding rijdt zo fijn en voor een 4-deurs auto. Dit ding had ik eigenlijk gekocht met het idee op de heist update. Waardoor je dus met 4 mensen in een auto kan zitten. Want als je kijkt, ik heb hier niet heel veel auto's die echt chill zijn voor 4 personen. Want dit ding is leuk, 4 personen, maar dit ding is echt een rally auto, zeg maar, een cross auto. En dan heb je dan dat ding daar, die Sultan RS, die is altijd goed. Maar ik ga bijvoorbeeld niet daar met dat grote 6x6 ding rijden, want dat werkt niet. En als laatste van deze garage hebben we hier mijn Banshee. Als je dit koopt, alsjeblieft koop erin met een dak erop. Ik heb de cabrio versie gekocht en ik kan er geen dak op zetten en ik heb spijt. Dus als je die koopt, koop er alsjeblieft eentje met een dak erop. Dat is veel beter. Of ja, beter is mooier. En ik weet niet of je het al zag. Dat was het detail wat ik jullie wou laten zien. Als je bij deze auto de lamp aandoet, voor, of ja, gewoon algemeen, dan gaat er een klepje omlaag. Ik vind dat zo episch, moet je eens kijken. Wat. Hier, nou zijn ze uit. Oh. Nou zijn ze uit en nou zet ik ze aan. Dan zie je gewoon zijn klepje open gaan. Fucking zie. Ik vond dat wel een episch detail. Dan gaan we even naar onze tweede garage. Een soort van house tour. Maar dan in-game. Oh. Ah. Een keer wat anders. Oh my god. Het is irritant dat ik met deze auto nou mijn garage in kan rijden. Zo. Pak gewoon de kant gezet. Helemaal mooi recht. Dus ik heb nog steeds mijn helm op. Dat valt me nou pas op. Ik had het net niet eens gezien dat ik een helm op had. Dat is best wel fucking Zoals je ziet, dit is mijn iets duurdere garage. We beginnen achteraan. We gaan naar voren toe. Dus dit is, ja, zoals ik al zeg, dit is gewoon de garage waar er iets duurdere auto's in zitten. Meer voor races en wat serieuzer. Serieuze gedrag. De andere is gewoon meer een beetje toeren, chillen. En hier is echt crossen. Hier links hebben we een Jester. Dit is een gewone Jester. Je hebt ook eentje. Daar ging volgens mij mijn auto. Oh nee. Oh, bommachine zit erin. Maar ik hoor iemand de tank volgens mij. Of er zijn gewoon heel veel explosieven. Ik denk explosieven, want ik zie geen tank. Maar in ieder geval, dit is de Jester. De Dinka Jester. Je hebt er eentje. Dat is een raceversie met stickers erop. De performance is exact hetzelfde, alleen dan de stickers. Nou ja, ik dacht, ja, ik kan deze wel verkopen en dan 2 ton verlies maken voor een paar stickertjes. Heb ik er niet voor over. Hetzelfde geval is dat met dit ding. Dit is de Dubauchi. Hierbij heb je ook een stickerversie. Maar ja, dan verlies je gewoon heel veel geld. En de performance is exact hetzelfde. Hier heb je mijn... hoe heet dat ding ook alweer? Dit is de... Infernus, natuurlijk! Oldschool supercar die in GTA 4 zat. Fantastisch vet met die vleugeldeuren.
En ik ga het niet hebben over wat het voor moet stellen, want dit is echt een soort van Lamborghini slash Pagani-achtige combo of zo. Ik zou het niet weten, maar die achterkant is echt duidelijk Pagani. Maar de voorkant is weer een soort van Lamborghini, dus ik weet het allemaal niet. Heel veel auto's die zijn bijvoorbeeld zoals die Bugatti, dat is overduidelijk een Bugatti. Maar andere auto's, dat is een soort van mix, dus dat is een beetje moeilijk ooit uit te leggen. En heel vaak dan kom je daar niet echt over overeens. Dit is overduidelijk een Nissan GT-R, Midnight Purple, een van mijn favoriete auto's. De Vacca, oftewel de Lamborghini Gallardo of zo, denk ik. Een soort van. En dan die achterkant lijkt weer niet echt op een Gallardo. Ik weet niet waar die achterkant lijkt. Lijkt ergens op. Op de nieuwe, op de Lamborghini. Wat de deel ik weer. Die nieuwste. Daar lijkt hij serieus best wel veel op. Fuck, weet het ding ook weer. Het ligt op een puntje van mijn toon. Ik zweer het je, ik kan het bijna zien liggen. We gaan even verder. Ik kom er zo meteen nog wel op. Hier heb je mijn Sentinel XS of zo. Nee, Sentinel. Kom ik op een Sentinel. Entity. Kom maar. Sentinel. De Entity XF. Midnight. Nee, geen Midnight. Dit is de Crew Color. Met. Dit was een glitch kleur. Dit is de Crew Color. En dan moest je dan een kleur overheen doen. En dat was. Oh, wat is het ook weer, joh? Brushed Metal. Ik weet niet of die glitch nog steeds kan, ik heb er ooit een video over gemaakt. Turismo R staat aan de zijkant op. Dit ding kennen jullie allemaal wel, of in ieder geval dit ding heeft echt iedereen. Deze auto heeft echt serieus iedereen. De Zentorno en daar hebben we de Cheetah. En ik kan er niet tegen dat ik niet meer weet hoe dit ding heet. Dus ik ben even aan het denken, hoe heet ook weer die nieuwe Lamborghini. Lamborghini. Fuck! Ik weet dat jullie het in de comments zijn en ik heb er gewoon een hekel aan, omdat ik dan mezelf zo gefaald voel. Want ik weet het! Ik kom er niet op, dus ik blijf eraan denken. Oh, heet dat ding ook weer. Oh, hallo. Bommetje net. In ieder geval, ik blijf denken. Oh, daar komt hij meteen. Oh, snel. Holy shit. Snel opblaasjandel. Nee! Net op tijd. Boom! Nee! Wat? Mijn granaat ging kei laten. Oh shit, dat is niet goed. Ik weet niet of ik hem kan vertrouwen. Hij schiet niet, of wel? Zal hij te vertrouwen zijn, denk je? Oké, hij doet me niks. Hij zit niet in de crew, dus een beetje moeilijk inschatten natuurlijk of dat ze mij kennen. En dat ze friendly willen zijn of dat ze me gewoon willen opblazen. En in sommige gevallen zitten ze in de crew en dan blazen ze me nog op. En nog steeds ik aan het denken, Lamborghini. Ik wil op internet kijken, jongens. Ik wil kijken. Oké, jongen, jij wil echt mijn aandacht, hè? Dan krijg je mijn aandacht. Staaf! Hij rijdt gewoon door alsof er niks aan de hand is. Jij moet toch een keer doodstaan. Ik heb best veel geraakt, kan ik zeggen. En sterven. Zit hier op het dak. Ik ga even deze mensen een beetje... Oh, nee, dit is niet handig wat ik nou doe. Dit is het stomste wat je kan doen. Hij is op het dak. Oh, daar is een politieauto. De remels bij. No! Kijk, dan zou ik hem kunnen snipen. Ik weet niet of hij daar op het dak zit. Waar zit hij? Er zit iemand daar en ik zweer het je, die moet daar op het dak zijn. Ho! Oh jongens, passive mode, godzijdank. Oh, jij moet op het dak zitten. Ik zag hem niet zitten. Misschien dat hij daarboven heb je zo'n gang. Misschien dat hij daarin staat. We moeten snel weg, want kijk die politie hier. Oh jongens, dank u wel. Ik weet niet waarom, ik zit constant aan een tornado te denken. Iets met tornado, wat weet ik niet. Oh jongens, ik ga op internet kijken denk ik. Even nog één keer kijken, dit vent kan killen en dan kijk ik op internet, want ik kan het niet tegen. Dat verpest heel de video, want dan blijf ik eraan denken en dat is fucked up. Ik zweer het je, waar de fuck is die vent heen? Ho-oh. Shotgun! Oh, hij is de passive mode, jij rat! Ik zweer het je dat hij er net in ging, want toen ik eraan kon lopen zat hij niet in passive mode. Hij zat net niet in passive mode. Hier jongen, even een mooi rondje driften. En vertrekken. Weg hier. Want daar gaat hij gelijk. Auw! Dat was een faal. Oh, ik kon niet sturen in de lucht. Dat is fucked up. Maar, daar gaat hij passive mode. Dan ben ik lul. Ik kijk even op internet. Ik kan hem tegen. Googles. Is je best tevreden uit de auto bij. Die ziet mij niet. Lamborghini. Waarom heb ik nou net op dit moment gemeld? La 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 Lambo. Huraken, dat was een. Was het, huraken. Hoe voel je het wel uit te spreken? Heel veel mensen spreken zo uit. Op zich. Tornado, huraken. Hurricane, daar dacht ik aan. Ik wist dat ik iets in die richting. Ik zat goed, jongens. Ik zat goed, maar dat is de huraken.
En waarom zit iedereen in een faggot mode? Alsjeblieft zeg, ga eruit. Stel je niet zo aan. Hoe oud ben je, jongens? Hoe oud ben je? We gaan even kijken waar die mensen hier zijn. We gaan denk ik even richting een vliegveld, anders pak ik even hier van het vliegtuig. Ik kom mensen opblazen. Misschien moeten we eerst even iets van wapens halen. Of ja, wapenstickies, want wapens heb ik genoeg, maar geen stickies. Oh, dit ding slipt in het regen, wow. Je weet best. Oh, dat is dezelfde. Jesus Christ, wat doe je? Die politie is kei gek, jongens. Zet hem weg nou niet. Oh, zit op het dak. Oh. Jongens, ik kan... Oh, nevermind, ze zijn al dood. Ik wou hier gaan staan en dan van het dak af snijden, maar hij is al dood. Oh, cool. Oh, some players are off the radar. Misschien is hij helemaal niet dood. Maar ik ga hier wel weg. Dat is één ding wat zeker is. Ik ga even richting het vliegveld. Dus ik wil even iets hebben om te vliegen. Oh, jongen, check dit ding. Deze auto is brut, jongens. Hij is best cheap. Dus als je wil komen, naar 60.000 of zo. Misschien zelfs minder. Ik weet ze allemaal niet meer precies. Maar ik dacht richting 60.000 dat ding dan. Of kon je dit ding? Dit ding kon je volgens mij wel kopen, ja. Ja, volgens mij is deze later wat toegevoegd. Steeds meer mensen zijn trouwens off the radar, waarom weet ik ook niet. Misschien zijn ze van plan om een massamoord te plegen op mij. Oh, ik had die drift perfect als die auto me niet raakte. Ik zweer het, ik kan hem echt, ik kan perfect uit anders. Ik denk, dit wordt hem. Dit wordt hem. Met een scuff controller en drift, hey. Next level drifting. We kunnen even de politie wegbellen. Misschien zou het allemaal een stukje makkelijker maken. Maar wij doen het niet de easy way. We doen het de hard way. En ik zit heel te kijken naar mijn gameplay, want die staat rechts, staat hij dus te recorden. En ik had iets met mijn kleureninstellingen veranderd. Want ik had op uitgebreid staan en kreeg je meer van die grijskleuren. En dan staat het op normaal, bij mijn capture card. En dan krijg ik wat donkere kleuren, waardoor de kleuren dieper zijn en in mijn ogen wat mooier. Dus ik weet niet of het er beter uitziet of juist te donker, dat kan ook natuurlijk. We zijn bijna de politie kwijt. Dan moet ik eigenlijk de politieauto voor mij niet inhalen. Oh shit, iemand met een jet komt mijn kant op. Yep, hij komt mijn kant op. Nee, waarom heb ik nou net politie? Oké. Parkeren die handel. Die jet gaat de lucht. Die jet gaat de lucht. Let's go! Snel! Nee, het geluk, jongen. Net hoog. Oh, ik kan je niet raken. Je hebt zo'n geluk. Oh, oh, ik moet een wapen. Weet je wat? Dat is handig. Wapen! Op fuck. Op fuck af. Op fuck af. Oké, lekker. Lekker Dennis. Lekker Dennis. Opvakken. Yeah. Whatever. Oké, we gaan even een vliegtuig pakken. Hij had een stuntvliegtuigje, dus hij kan mij niet heel veel maken. En ik denk dat wij ook een stuntvliegtuig gaan pakken. Ik zal er eentje bellen. Ik zal er eentje bellen. Ik weet niet meer hoe dat ding precies heet. Maar dat is best wel grappig. Wie moet ik ook weer bellen? Dat is... Pegasus. Maar natuurlijk, Pegasus altijd. Ik vind het jammer dat je alles bij één bedrijf moet bellen. Het zou leuker zijn als je vliegtuigen bij een andere en al dat soort dingen. Was het de Maller? Volgens mij staat stuntvliegtuigen. Volgens mij kunnen wij daar gewoon door die poort heen aan de rechterkant. Maar wij pakken toch deze stunt. En heb ik hem perfect! Stunt jump complete! Hier, perfect! Nou, zoals je al ziet, ik heb ze allemaal al. Ik ga heel even iemand zijn auto blazen. Waarom? Omdat dat een extreem goedkope auto is en ik kan het gewoon niet leiden om dat ding op te blazen. En ik heb hem zelf ook. Heb ik trouwens ik heb mijn laatste garage die ik hem niet laten zien. Mijn cheap ass garage. Ik heb er maar twee laten zien, hè. Ik heb er drie. Dus daar vliegen we ook wel even langs. Dan land ik hem op de weg. Dat zou echt een baasactie zijn. Even op de weg landen. Jongens, rustig. Ik ben heel even mijn garage showen. Maar inderdaad, die heb ik nog niet laten zien. Want daar staat datzelfde ding in. Die daar net zag, die auto. Hey, bounty time, waar is mijn vliegtuig? What the fuck, ik ben bedrogen. Oh no, holy shit, jij bent off the radar. Dat is geen probleem. Was hij off the radar? Nee, hij is hem niet off the radar. Ik zag hem helemaal niet. Oké, waar is hij? Hij doet ook suicide actie, hè? Oké, jongen. Jij bent niet snel genoeg om dit ding te ontwijken. Dan moet je van goede huizen komen. Dan moet je van goede huizen komen. Oké, jij hebt me ontweken. Never mind. Oh no, no, no! Hij heeft hem gewoon ontweken weer. Dat ding kan heel snel manoeuvreren, dus heel gekke dingen doen. Wat hem uiteindelijk wel weer heel goed maakt om te ontsnappen. Maar uiteindelijk ben je een keer dood en dit was zijn moment. Het is al fate. Zeg alsjeblieft dat ik armor heb. Ik heb geen armor, hè? Nope, ik heb geen armor. Nou moet ik snel zijn! Stel, maak hem dicht!
Nee, daar staat iemand met een shotgun op mij te schieten. Nee! Er schoot iemand met een shotgun op mij. Dat meen je. Stap, godverdomme. Is het zo moeilijk om een vliegtuig te starten? Ik denk eigenlijk dat dat best wel moeilijk is. Mijn auto is in beslag genomen. Goh, dat is jammer. En fuck off, bitch. Zo sterk als je met een wapen slaat. Sla je mensen in één slag altijd dood, volgens mij. Dan stel je hier, maar niet dat ik een pistool heb of een assault rifle, één klap op zijn bakkes. En dan ligt hij hier en liggen. Weer $20. Iedereen heeft $20 bij vandaag. Oké. Hey, dit is ook zo'n auto. Die heb ik gewoon in mijn garage staan. Die heb je dus nog niet gezien. Ik vind deze auto een van de vetste geluiden maken. Echt niet normaal. Echt een vet auto. Maar het is geen auto die je gewoon... Als je heel veel dikke sportauto's hebt, dat je hem dan gaat pakken. Sorry. Pak het door. Dank u. Auto. Die vet als mad. Wat? Ik heb een mad gemaakt. Doordat ik tuterde. En hier staat precies zelf vliegtuig. Ja, ik moet die pakken. En niet mijn eigen. Waarom? Omdat op de mijne is net al 3 keer met een shotgun geschoten. En dat is niet heel goed voor de levensduur, denk ik. Dus we pakken dit in. Exact dezelfde. De Mallard. Echt, dit ding is zo chill. Maar ik weet gewoon, als ik zo'n vliegtuig pak, dat ik al zelf opleef. Dus ik moet een beetje mee oppassen. Ah, maar... Weer off the radar. Waarom is hij dan off the radar? Oh, die bounty is nog steeds. Hij is buiten. Dus die gaan we aanpakken, die man. En we hebben nog steeds ons geld, gewoon cash. En nog steeds op de bank gezet, waar niet heel erg slim is. Da-da-da-da. Oh shit. Nee, ik moet iets hoger zijn. Oh, ik moet nog één vliegtuig kopen en dat is zo'n watervliegtuig, maar die zijn duur. En ik heb 620.000 gespaard voor de highest update in 15 jaar, daar had ik. Over 15 jaar. Waar ben jij? Ben je boven of beneden? Ik zie jou niet. Waar ben jij? Oh, daar ben jij. Oké. Hoe gaan we het aanpakken? Oh no! Hij is dood. Mijn bounty is weg. Er staan 2 mensen. Eentje is off the radar en mijn bounty is weg. Dat moet. Mijn bounty vertrekt. En dat is leuk je gekend te hebben. Of niet? Waar de fuck is hij heen? Hij is op het water. Oh mijn god. No way. No. Oké, weet je wat we doen? Let's go! Woohoo! Oh yeah boy! Let's go. Parachute open. Waar is hij? Let's go. Waar ben je? No way! No! No, ik had hem bijna! No! No! Hij heeft zo'n fucking geluk! Hij heeft zo'n fucking geluk! Zag je hoe episch dat was als ik hem gekild had? Wauw! Oké, we gaan hem chasen. Op een gele. Waarom? Omdat deze gele speedofile het vetste is. En ja, serieus. Speedofile. Well done, Rockstar. Well done. We gaan erachteraan. Let's go. Een minuut dat ik hem kan killen. Ik zweer het, ik had hem veel geraakt. Maar het probleem was, ik had een Uzi, man. En ik moest zo snel reageren. En ja, dat was gewoon fucked up. Als ik de andere ding had, die AP-pistol, had ik hem 100% gehad. Dat ding is veel sterker. En als hij nou door blijft varen, dan gaat zijn boot kapot. Dat is een feit. Je kunt niet eeuwig door blijven varen. Uiteindelijk krijg je boot kapot. Dus dan ligt hij daar in het water te kijken. Of dan gaat hij dood, dan kan hij zelf maar plegen. Dat is aan hem dan. Maar ik zie hem daar in de verte. Da-da-da-da. Woehoe! Ik vind het wel vet, want normaal gezien kom je nooit op het water. Daar heb ik al heel vaak in video's gezet. Dat je eigenlijk in GTA te veel water hebt waar je eigenlijk nooit komt. En dan is het juist leuk om iets te doen op het water. En dit is zo'n moment. Oh shit. Hij kan mij nooit afknallen lijkt mij. Want van het water heb je alleen een mesje. En nou? Jij bent onder water, maar jij komt toch een keer omhoog. Ik weet niet of hij nou plan is om mij nou onder water te trekken, maar ik zie hem nergens. Ik kan hem sterven. Dat weet je, ik kan hem sterven. Oh, daar is hij. Daar is hij. Ik kom je helpen. Stap achterop. Dat kan hij serieus doen, hè, als hij slim is. Ik zie hem niet. Je ziet hem nergens. Oh, ik dacht dat ik hem killde. Ik kreeg ineens punten. Ik zie hem echt nergens, joh. Daar bij die golven, dan zie ik ineens zijn hoofd zo. Hallo. Daar is hij. Holy shit. Hij wou maar killen met zijn... Weet je ook weer zo'n haak. Ah shit, man, die golven zijn fucking irritant. Oké, nu heb ik hem, dit is hem. Hij wil verdwijnt u! Dit is zo. Oh no. Hij wil mij hiervan afhalen en dan wil hij me vermoorden in het water. Nee. Oké, weet je wat we ook hebben? We hebben granaten. Ik weet niet of je.
daar bekend mee bent. Maar ik wel. Vangen! Oké, nou zo gaan we op vissen jagen. No! Er komt iemand boven ons. Die komen nou ook zeker vermollen. Sowieso gaat hij mij killen. En die gozer die in het water ligt. Vissenjacht! Oké, hij moet toch een keer doodgaan. Yes! Ik heb hem! Ik heb hem met een fucking granaat! Holy shit, dit was een epic kill. Vissenjacht 2.0. We zijn level up. 145 alweer. 5000 bounty. Kitching! Let's go. We gaan snel terug. Ondertussen kan ik beter even mijn geld op de bank zetten, denk ik. Dan gaan we even naar mijn andere garage toe. Die hebben we er open gehad. En dan denk ik dat deze video alweer best wel lang is. Dus ik ga hem afsluiten. En ik weet niet hoe ik het altijd voor elkaar krijg. Maar ik vind dat als ik dit spel speel, je gaat altijd erin met de mindset van elke free room is hetzelfde. Maar toch gebeurt er altijd weer iets fucking randoms en epics. En het blijft in mijn ogen toch vaak wel leuk en interessant. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. En dit was in mijn ogen een leuke episode. Dus we gaan eventjes naar mijn derde garage toe. Laat ik even zien wat daarin staat. Het is niet heel veel interessants meer. Geen supercars. Maar dat is dus eigenlijk meer nou even plaatsvervanging voor straks. Als er daar ook wel vette dingen komen. We gaan er even door die gang heen. Hier heb je als goed is die... Oh, die heb je die gangen. Die heb je helikopters. Of nee. Volgens mij heb je die helikopters staan. Dat is ook best wel... Oh! Oh, dat is gedwaardig. Dat kan ook heel goed uitkomen. Ja, ik kom dan bij de helikopters uit. Dus dat is ook best wel chill. Ik wil eigenlijk die gangen hebben. Een stukje verder naar links. Nou, moet ik echt best ver naar links. Dus daar wou ik het voor niet doen. Maar hier kom ik uit bij de helikopters. Dus dat is nice. Gelijk vervoer naar ons... naar ons stekkie. Stekkie, stekkie. En... Oké. Okay. Dit ding is serieus goed op offroad. Speedofile. Uh-oh. Snel. Daar heb je hem weer, hè? Onze grote vriend, daar is hij! Oké, ik stap even in. Zal hij het overleven? Oh, ik heb hem weer! Ik had serieus niet verwacht dat ik hem zou hebben. Ik had serieus niet verwacht dat ik hem zou hebben. Fantastisch. Zo'n boot trouwens, hè, die je hier links ziet, hè, die heb ik ook. Dus die moeten we ook een keertje nog pakken. Dan gaan we op vissenjacht, net zoals we net hebben gedaan. Met granaten. Vissenjagen. Derde huisje zit aan de linkerkant. Met uitzicht op de zee. Ja. Dat is dat grote gebouw. Volgens mij, of dat zwarte gebouw. Dat is een zwarte gebouw. Oké. Omhoog. Altijd bewijsmateriaal vernietigen. Dat hebben jullie denk ik inmiddels wel geleerd van mij. Oh! Daardoor had ik. Daar vakt die helm natuurlijk, hè. Oh shit. Ik wou hem eigenlijk zien ontploffen, maar. Kan ik dat nog zien? No, was je helikopter? Ah, dat zag je hem in de verte. Je zag hem in de verte naar beneden flikken. Oké, we gaan onze garage in. En ik denk dat ik politie hier wel kwijt kan raken. Dat moet ook wel, want anders kan ik niet naar binnen. Dat is een beetje een probleem. Ik had verwacht dat de politie mij niet zou zien. Oké, we kunnen naar binnen. It's clear, let's go! Deze garage is op zich best wel vet. Gewoon omdat het zo anders eruit ziet. Zo'n grote parkeerplaats. En dan hier zo schuin naar boven rijden. Dat is op zich wel... ziet er wel fancy uit. Dus we gaan even kijken wat hierin staat. En verwacht er dus niet te veel van. Want dit is gewoon poep. We beginnen weer achteraan. Het enige ding wat echt voor mij van waarde is deze crossmotor. Volledig maxed out. Dus zo snel mogelijk en noem maar op. Het zijn niet heel erg duur. Dus dat is op zich niet het probleem. Maar dat is wel handig om te hebben. Verder is deze auto. Dit is een zeldzame auto. Die heb ik gevonden. Zijn van die speciale uitvoeringen. Dus die kun je ook zo tunen. Maar deze heb ik niet getuned. Die heb ik echt zo gevonden. Hetzelfde geldt voor deze Red Loader. Deze heb ik wel vervolgens motorisch volledig getuned. Dus dit ding is zo snel als hij kan, alleen hij is nog gewoon fucking traag. Een paar GTR's, gewoon omdat het anders leeg staat. Sabre GT. Een Hummer. Een 620 volgens mij. En dat is de Ford GT. Dit ding is trouwens best leuk. Deze kun je gewoon van de straat jatten in je garage zetten. En hier een F620. En op zich ziet het best vet uit voor een gratis auto. Ik heb ze allemaal verzekerd, dus als er iets mee gebeurt, dan blijven ze van mij. En ja, we gaan met dit ding verder. En ik denk toch dat we deze episode gaan afkappen, want we zijn alweer een half uurtje bezig. Dus, Oké, whatever. Dan maakt hij maar een auto die op het moment in beslag genomen is kapot. Dat is die muscle car, maar dat maakt niet uit, want dat kost $250. En I don't really care. Dus, ja,
dit is de Red Loader maxed out, hè. Kijk hoe snel dat ding is. Hij kan echt, dit ding is echt serieus. Perfecte voorbeeld van kan totaal niet sturen. Dit zijn niet alleen mijn driving skills. Maar als ik nou gas geef en ik doe... Kabel. Godverdomme. Ik geef voor de grap even gas en dan ga ik volledig naar links sturen. Ik weet niet of ik het kan zien. Maar ik moet wel eerst even een beetje gas geven en een aanloopje hebben. Anders is het niet eerlijk. Yeah. Ik geef nou en dan duw ik volledig naar links. Oh, ik druk er een andere knop in. Je ziet, hij stuurt gewoon fucking traag. Dit ding is echt niet, is moeilijk om mee te rijden. Hier, yeah, jongens. Dit ding is, ja, het is moeilijk te laten zien. Maar dit ding is fucking irritant mee te rijden. Maar in ieder geval, ik hoop dat je deze episode leuk vond. Toch weer een hoop random shit. Heel veel mensen wou mijn garage zien. Dus als het goed is, is dat ook weer gebeurd. Dus als je deze video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Bij 1000 likes ga ik weer proberen een nieuwe episode te maken. Het zal misschien niet voortaan iedere keer bij 1000 zijn, maar ik heb een beetje proberen af te wisselen met Road to $100,000 Bounty. En dadelijk dus met Road to $1,000,000. Dus maar het is allemaal ongeveer hetzelfde, het is allemaal free room. En over het algemeen vind je het allemaal leuk om te kijken. Dus als je deze video dus leuk vond, laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.